Het is nu een hele tippel voor Rozemarijn Verhoeven om bij haar bushalte te komen. Dat er straks een bus stopt bij haar om de hoek is dus goed nieuws, zou je zeggen. Dan rijdt hij 18 kilometer lang door naar Driebergen-Zeist. Langs overstaphalte Jordanlaan, langs mijn werk. Stopt nergens meer, kan hij op bus 50 overstappen. Ik heb er niks aan. En dan wordt de bus die ze nu naar haar werk bij Bartimeus in Zeist neemt straks ook nog opgeheven. De lijn gaat op in een snelbusdienst. Dat is een buslijn die grote afstanden sneller aflegt, maar minder vaak stopt. Ja, dank u. Die bus rijdt straks de halte van Rozemarijn voorbij. Het gevolg? Meer overstappen en een langere reistijd. Dat betekent dat ik meer dan een uur moet reizen straks. En dat is voor mij verrekt te lang. Rozemarijn snapt dat met name studenten juist blij zijn met de nieuwe dienstregeling. Maar ze vindt niet dat mensen zoals zij daar de dupe van moeten worden. Snelle lijnen, prima, uithof bereikbaar, heel goed. Maar niet ten koste van daar omheen liggende mensen en een instelling als Bartimeus. Daar kunnen nu mensen uit 4, 8 plaatsen rechtstreeks naartoe. Volgende week niet meer, we moeten allemaal overstappen. De SP in de provincie deelt de zorgen van Rozemarijn. Volgens de partij moet er desnoods geld bij om lijnen en haltes te behouden. We hebben moeite met het feit dat mensen die het zo hard nodig hebben in de kou blijven staan. Die kleinere lijnen, die haltes met minder instappers, daar wordt gekeken naar hoeveel mensen stappen erin, maar niet naar welke mensen stappen erin. En als er niemand bij de halt staat, kan de bus ook gewoon doorrijden, dus dan heb je geen tijdverlies. Dank je. Goed idee vindt ook Rozemarijn. Zij hoopt dat haar bus in de toekomst weer gewoon bij haar werk kan stoppen. In de tussentijd zoekt ze naar alternatief vervoer. Als er iemand is die op woensdagochtend en misschien ook woensdag net voor 12 wil carpoolen tussen Utrecht-Zuid en Zeist van Renesselaan, alsjeblieft, meld je bij RTV Utrecht.